Ja, weer even een updateje, vrienden, over de BNB Vol Liefde. Maar waar hebben we nou naar zitten kijken? Ja, dit was natuurlijk niet echt voor de ware fijnproever, dit wat we gezien hebben. Nee. Want wat zien we dan? Dus, dan hebben we gezien die gozer met die paarden, die fluisteraar. Ja, maar ja, die fluisteraar, die krijgt dan bezoek van een katten-expert. Die noemen we dan even Poesie Mouw voor het gemak. Maar ja, hij is niet geïnteresseerd in Poesie Mouw. Nee, want hij neemt hem mee naar de kroeg, fluisteraar. Die gaat daar een beetje Frans staan mompelen, daar aan die bar. En Poesie Mouw, die moest het maar een beetje uitzoeken. Ja, en de toestand ook. En dan heb je die huisvrouw, er is er nog eentje, een Jovan of zo. En die heeft een beetje de feministische golf gemist. En die denkt dat ze nog de hele tijd in de keuken moet staan en moet gaan poetsen en noem maar op. Maar goed, en ja, dan zag je ook die fluisteraar denken van, oeh, ik heb wel een beetje een maloot in huis hier. Nou ja, goed, dat hebben we dus. Maar daar zit, zeg maar, de echte liefhebber van de BNB Vol Liefde. Die zit daar niet op te wachten, vrienden. Nee. Want we moesten het ook even doen met ene Ted. Ja, op Madeira. Die noemen we Ted, die noemen we dan vanaf nu even Rettike Ted. Maar Rettike Ted, die kreeg bezoek van een timmerman. Die noemen we nu even Gert dan, voor het gemak. En ja, maar ja, die zitten zo ver uit elkaar. Dat had onze Gert ook wel in de gaten. Want Gert, die speelt, zeg maar, spreekt ook geen enkel woord buiten de deur. Geen enkele taal. Die zit in de keukendivisie. En Rettike Ted, die zit in de eredivisie. Dus ja, dat noemen wij dan een beetje een, kijk, een mismatch. Ja, dus dat gaat hem niet worden dan. Nee. Maar de liefhebber zit gewoon te wachten, vrienden. Jullie en ik, wij zitten te wachten op beelden uit Oostenrijk. Wij willen gewoon, ja, Jodelaïti 2, daar willen we alles van zien. En wij willen ook zien, bijvoorbeeld die weet je wel, op die motor en zo. Dat willen we ook allemaal zien. Maar nog meer, en daar hebben we natuurlijk wel even met z'n allen enorm van genoten. En wat hebben we weer gesmuld van Arrivederci en zijn vrouwen, maar vooral Hysterica. Oh god, de augurkgate, vrienden. Hoe vond je hem? Was dat even genieten geblazen? Ja, dat was werkelijk. Op elke vezel van je lichaam hield in één keer weer van de BNB Vol Liefde. Want die Hysterica, die moest en zou een augurk vinden voor haar tonijnsalade. En dat voelde je aankomen. Wie daar natuurlijk gek van werd, dat was Moeilijke Voornaam. Want Moeilijke Voornaam, die was er wel klaar mee. En die liet dat ook weten. En hup, daar start de boel op scherp. En hadden we ineens een enorme gespannen sfeer in huizen Arrivederci. En Arrivederci, die was er zelf ook helemaal klaar mee. Die had ook helemaal geen zin meer in. Maar ja, ik heb het al gezegd. Die moet weg. Hysterica moet dat huis uit. Ja, nou goed. Dat gaan we dus binnenkort dan wel zien, hoop ik. Want vrienden, daar zitten wij als ware fijnproevers op te wachten.